Yo, welkom bij deze nieuwe aflevering van Shifting West. Het is buiten keihard aan het regenen. We zitten hier te toeren op de A73. We zijn onderweg naar mijn tent voor de eerste ronde van het BNE Cup kampioenschap Supermoto. Waar ik mijn tweede race aller tijden ga rijden en mijn eerste race in de stromende regen, zoals je buiten misschien ziet. Oké, waar je goed. Ja, doe maar. We staan weer onder de brug. Kom maar snel binnen, het regent buiten. Oh, het is koud, gek. Het regent ook. Het weer is slecht, we zijn aangekomen. Maar met het is het soms nog maar de vraag of dat het mailtje van sorry, de baan is dicht 's avonds wel klopt of niet. Dus deze keer hadden we de gok gemaakt en is het circuit toch nog dicht. Dus we slapen eventjes net buiten het circuit. Hij was eerder gedaan. Ja. Maar toen was het circuit dicht vanwege COVID en nu is hij gewoon dicht. Dus we hebben nou de caravan of de motor meegenomen in de bus. Zodat we die niet nog eerst uit de caravan moesten halen. Dat scheelt een boel werk, dus nu kunnen we gewoon even tukken. En dan checken we jullie later. Nou, de regen uit. Ik vind het wel klaar zo. Ja? Morgen. Hé! Hey. Overtje even op de grond leggen voordat hij weer valt. Ja. We zijn net wakker. We zijn hier bij de poort. Met de poortcode. Die heb ik op afstand al ingevoerd. Lekker man. Die gaat zo voor mij open. Dan gaan we hier naar beneden. Dan gaan we even op. De Jules Tagheny circuit. We zijn het circuit nog eventjes aan het aanleggen. Wat je hoort. Bas had dat gemaakt, toch? Ja. Dank u wel. Dank u wel. Hier. Wat doet hij nou? Ja, geen idee. Ja. Ja. We hebben inmiddels even het paddock opgezet. Het is aardig aan het waaien. Kijk, de motor eventjes aan de bandenwarmers gelegd. Over een minuutje of vijf. Over een minuutje of vijf gaan we naar de briefing. De riders briefing. Dan worden we gebriefd. Of tenminste, ik word gebriefd. Ik ben een rider. En dan gaan we gewoon eens even lekker kijken. Ik doe een beetje spullen. We zitten in groep 3. Dat betekent dat we moeten rijden om 10 voor 10. Dus dan hebben we. Oh joh, dan hebben we echt nog een heel eind. Vandaag is vrijdag. Het is gewoon een georganiseerde circuitdag. Gewoon om voor een beetje vrij rijden. En dan vanaf morgen begint de BNE Cup wedstrijd. Dus dan heb je zaterdag nog een vrije training. Quali en dan races vanaf zondag. Omdat ik nog nooit in de regen heb gereden, dacht ik van dan pakken we die vrijdag daar voorbij. Omdat het zondag dus naar de verwachtingen gaat regenen. Dan gaan we het vandaag eens even proberen. We hopen dat we een klein stapje voor hebben of in ieder geval op gelijke hoogte zijn met de rest van het veld. Aan zo'n racemotor moet je dus eigenlijk alles waar vloeistof uit kan komen, moet je borgen. De kans op knoeien zeg maar zoveel mogelijk te verkleinen. Zo'n oude KTM die verbruikt natuurlijk gigantisch veel olie. Dus je moet echt, ik denk wel om de heat moeten we een klein beetje olie bijvullen. Nee, dat zal trouwens ook wel meevallen. Maar we moeten in ieder geval structureel wat olie bijvullen. Om elke keer weer een nieuw borgdraadje te maken, dat zagen we niet zo zitten. Dus we hebben even op internet gekeken, toen hebben we even zo'n clipje nageaapt. En die kunnen we dus zo losmaken en dan, hop, kunnen we zo de dopje losdraaien. En dan, als we de olie bij hebben gevuld straks, kunnen we dat clipje er zo weer op doen. Mijn eerste sessie is afgelast, ik stond net 20 minuten te wachten. Want er lag nog iemand bij de medische post. Dus de volgende sessie... Daar pakken we de sessie van de quads erbij, want er zou één quad komen, maar die is er niet. Want het regent keihard. Dus we pakken die sessie erbij en die is over 8 minuten. Dus we doen zo
de bandenwarmers er weer af en dan gaan we het nog een keer proberen. Oh ja, wat een moe. Wat wel herrie dat ding. Beter in de regen dan ik had verwacht eigenlijk. Ja? Ja, kijk, dan zit er geen haren meer op mijn band. Oh, alleen aan de rechterkant. Het circuit gaat ook linksom, hè? De rechterkant is ook een slechte kant. Vet, man. Ja. Je had alweer airtime gemaakt, zag ik. Ja, daarachter. Je hebt me niet teleurgesteld. Hiervoor, dat ding wat je kan zien vanaf boven. Ja? Dan ga je zeg maar, dat heb je dat een beetje meter hoog of zo. Ja? En daarna ga je 5 meter naar beneden. Ja, dat weet ik. Heb ik met de Tommels wel eens gedaan. Ja, dat is best eng als het helemaal nat is. Thomas, vertel eens. Storm op zee. Hey. Het is een beetje hard aan het waaien. En, niet alleen waaien. Ook hard regenen. We hebben het ship abandoned. Ja. De elektrische kachel staat nog wel aan. Dus we zijn naar het binnenverblijf gegaan. Het is ook niet echt een feestje om overdag te zitten. Welkom terug. Nee, Wigert heeft net even een lekker knakworstje gemaakt. De broodjes niet, die hadden we gekocht. Doe even overnieuw. Zoals je misschien wel gezien hebt, is het hier behoorlijk slecht weer. Dus om het enigszins leuk te houden, zijn we binnen in de caravan gaan zitten. Want alle zijkanten van de tent zijn zo'n beetje eruit gewaaid. En als we die zijkanten van de tent erin lieten zitten, dan vloog de tent op een gegeven moment in de lucht. Insert clip. Golven, windkracht 10, storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien, storm op zee, storm op zee. Maar voor ons is storm weer echt geen reden. We hebben hier zo'n standkachel, zo'n AliExpress diesel standkachel ingebouwd. Die is gruwelijk warm en zo. Probeer ik nog een beetje de laars en zo aan de binnenkant droog te houden. Maar nee, op zich gaat het best lekker. Het bevalt best wel goed dat een beetje zo in de regen. Ik heb van thuis even de afwasborstel meegenomen. Niet tegen papa zeggen. Een beetje olie bijvullen. Let's go. Yeah. Gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Passing the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Slippen.
service. Bloep bloep. De andere jong. Oh nee, dat is een borstel. Ik wil gewoon die. Nee, dat is met sok. Ik wil gewoon die. Drie. Bliep bloep. Misschien hoeveel moet er in? Oh, dit is hoeveel er nog. Oh. Ik denk dat het water uitstaat. Wat is dit? Gaan we daar proberen? Bij die kergerman. Nou, het is van het een op de andere moment tegen min 3 graden geworden en gaan sneeuwen. En er was voordat ik de laatste heat kon rijden, was er een crash gebeurd. Dus er moesten ze wachten op de ambulance, dus onze heat werd voor de tweede keer vandaag gecanceld. Maar goed, dus wij hebben even de motor gewassen. Alright. Zoals je wellicht kunt zien is het koud en zijn we aan het sleutelen. Ik ben net bij de technische keuring geweest met de motor. En er zat koelvloeistof in, dat mag niet. Had ik misschien kunnen weten. En ik moest een buikprotector hebben, die heb ik niet. Dus we moeten even kijken hoe we dat oplossen. Nou, ik ben net voor de derde keer bij de keuring geweest. Eerst moest ik de koelwater veranderen, daarna had ik de motor weer meegenomen, maar moest ik alsnog mijn helm hebben. En toen zei die gast van, where's the front and back? Front and back. Oeh, ik heb rondgevraagd, moest je schijnbaar dus ook een borstprotector hebben. Nou staat met die Nederlandse kampioenschapwedstrijden SMX Racing altijd hier. En vandaag ook, dus daar ben ik even snel geweest om even een protector te halen. Dus ja, we kunnen er tegenaan vandaag. We hebben natuurlijk een super dikke racecaravan, maar eigenlijk wil ik dit. Dus een vrachtwagen met een pakje van zijn weg. Een meter of 10 bijna. En dan een garage achterin. Een woonwagen voorin. Kijk, dat is toch kikker. We zijn net de vrije training gereden. 18e plaats van de 26 in mijn groep. En dan nu, eens even kijken. Dus er straks nog de training slash kwalificatie of zoiets. En daarna worden de groepen omgewisseld. Nu zitten we, dus dat dan S2 en dan groep 2. En dat wordt dan in de loop van de dag wisselen die groepen. En dan heb je een S2 open, S2 Challenger A en S2 Challenger B. En afhankelijk van jouw klassering in de open kwalificatie straks, zeg maar, wordt je daarin ingedeeld, dus ik ben benieuwd. Het weer wordt beduidend beter, dus we zijn eventjes de slik aan het monteren op de KTM. Dus we moeten even schijven en dan weer doorzetten. Als iemand nog een remschijf open heeft voor achter, stuur even een DM.
doet het aardig goed. Je hebt de timing zitten, kun je live timing bijhouden. Kun je kijken hoe goed hij het doet. Hij is telkens zo'n ronde aan het verbeteren, dus we mogen niet klagen. Zo goed man, van net race 1 gereden, van P18 naar P16 gekomen. Dus ja, twee gasten ingehaald, dat was wel nice. Verder niet in rondetijd kunnen verbeteren ofzo. Omdat het natuurlijk keihard regent nu. Je moet even de snor wassen. Lekker broekje. Dank je. Lekker 50 gaan draaien waar ik 70 mag. Dat ik hier niet vandaan kom. Ik heb maar weer lang genoeg geduurd. Ja. Ik heb een fruit aan. Nou, tot zover het raceweekendje met Ted. De eerste ronde van het BNE Cup seizoen. Ging allemaal best lekker. Totdat de motor kapot ging, maar goed. We gaan nu naar huis. Het pak uithangen, zodat dat weer een beetje kan drogen. En dan gaan we morgen of van de week maar weer eens kijken wat er met die motor aan de hand is. Dan gaan we die even repareren en dan... gaan we ons weer rustig aan klaarmaken voor het volgende raceweekend. Er zijn wel nog wat dingetjes die we zouden willen doen. Zoals meer rode verlichting in die bus maken. En
iets van een buitendouche in de caravan maken of zo. Nou, al die dingen kosten dus wel bakken met geld. Dus we moeten even kijken wat prioriteit heeft. Waarschijnlijk meer rode interieurverlichting. Daarna gaan we de KTM fixen en daarna gaan we een buitendouche aan de caravan maken. Maar ja, wil je dat nou allemaal zien? Of zou je wel willen dat we er iets met een filmpje van maken? Of heb je daar wat moois voor? Laat het even weten of stuur even een DM via Instagram of een mailtje naar info@shiftingwest.com. En .nl. info@shiftingwest.nl. Voor een eventueel leuk dealtje, dan kunnen we er even over babbelen. Ook als je gewoon het race wil sponsoren, mag dat ook. Zelfde e-mailadres. Ja, dan wil ik je graag bedanken voor het kijken naar deze eerste ronde van de Benen. Sorry, de bus heeft iets moeilijk. We zijn aan het kijken naar deze eerste ronde van de Benen Cup. En dan hoop ik jullie allemaal in het volgende filmpje weer te zien. Golven, wind, kracht 10, storm op zee, storm op zee. Nergens is de zon te zien, storm op zee, maar voor ons is storm weer echt geen reden.